Hebben jullie het meegekregen, vrienden? Ja, ja. Wouter de Winter. Ja. De podcast. Oh, die ging eventjes vertellen. Over Onzicht. Ja, die heeft even een paar mensen gesproken. Van de formatietafel. Ja. En die zijn eventjes uit de school geklapt. Over die Onzicht, zeg. Oh, het schijnt, zoals hij zegt, gruwelijk te zijn geweest. Bizar. Dat soort woorden gebruikt hij. En het gaat dus dan over dat hij wispelturig is, die Onzicht. En dat hij huilbuien heeft. Kun je je voorstellen? Huilbuien. Stemvervingen ook. Ja, daar heeft hij last van, die Onzicht. En weglopen. Ja, als het hem niet zint, loopt hij weg. En dan moet iedereen erachteraan. Ja, de Dylan en die plasterk, die moesten allemaal op een holletje om hem weer terug te krijgen aan die tafel. En hij kan ook niet beslissen. Onze Onzicht. Nee, dus ze worden helemaal knettergek van hem. Daar, bij die formatie. Ja, en dat hebben ze dus nu allemaal aan die Wouter de Winter verteld. Dus we hebben hier te maken, vrienden, met een hele labiele figuur. Ja, labiel. Onze Onzicht. Er hebben heel veel mensen opgestemd. En die moet dan het land gaan leiden. Ook nog eens een keer. Ik heb eventjes voor de lol even opgezocht. Het woord labiel heb ik even opgezocht. Labiel is emotioneel instabiel of psychisch instabiel. En labiel, dat houdt in dat je buitenproportioneel emotioneel reageert. Dus die heeft zichzelf totaal niet in de hand. Bij minste of geringste slaat die Onzicht helemaal op tilt. Vrienden, daar hebben we mee te maken. En het is niet voor niks dat die mensen nu, dat deze mensen dit allemaal hebben doorverteld aan Wouter de Winter. Want zij willen gewoon van hem af natuurlijk. Want als dit zo doorgaat met die Onzicht, dan gaat dat hele kabinet op rechts gaat gewoon niet door, vrienden. En dan komt ineens die Timmermans in beeld. Ja, dus zij denken alleen maar bij zichzelf, we moeten die Onzicht kwijt. Vrienden, het is tijd voor Onzicht, dit hier. Zie je dat? Dat is een bekend gebaar in de voetballerij. Ja, en weet dat doen ze? Als mensen vervangen moeten worden. Ja, dan zeggen ze, douchen en dan maken ze dit gebaar erbij. Hé, hey, Onzicht, hoogste tijd. En vrienden van het sociaal contract, stuur even iemand anders.